IJssel. Maar naar mij kijken. Ja. Ja. Vanmorgen toen ik uit mijn bed kwam, dacht ik wel van dit wordt wel een hele leuke dag. Maar nu begin ik toch wel een beetje te merken dat ik een beetje zenuwachtig ben. Maar niet echt helemaal zenuwachtig, maar een beetje. Jongen. En dat is te begrijpen ook, wanneer je op het punt staat twee topschaatsers uit te dagen voor een wedstrijd. Dat deden ze voor de Play Unified campagne van Special Olympics Nederland. Lieve Susanne, wil jij alsjeblieft met mij de uitdaging aangaan? Tuurlijk wil ik dat. Het doel van de campagne is om contact op te bouwen tussen sporters met en sporters zonder verstandelijke beperking. En dat werkt voor beide kanten hartstikke goed. Het is fantastisch om te zien dat ze hier zoveel plezier uithalen en dat het dat hun zoveel passie voor het shorttrack hebben, voor het schaatsen. Dat is supermooi. Je bent eigenlijk altijd maar aan het rennen en bezig zijn met jezelf. Maar ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is dat je af en toe bezig bent met anderen. En mensen zoals Brian en Marit, dat is ook gewoon ook ontzettend belangrijk. En het is gewoon mooi om hun een mooie dag te kunnen bezorgen. Ja, daar word je zelf ook vrolijk van. Maar voor het startschot klinkt, krijgen beide schaatsers eerst nog een korte training. En dan gaat de wedstrijd beginnen. Ik ga natuurlijk Susanne laten zien wat ik in huis heb. En zij mag dan ook verwachten dat ik net zo snel ben zoals zij. Ready? Ja, ga maar. Na een schitterende wedstrijd wonnen Marit en Shinky nipt van Brian en Susanne. Maar ach, wat maakt winnen nou eigenlijk uit? Het gaat uiteraard om de boodschap. Als jij dit natuurlijk ook, net zoals ik, een beroemde schaatser worden, ga dan gewoon naar de schaatsclub. Dus ik zou zeggen, ga het gewoon doen, want thuis zitten, dat is niks. Dus als je iets wilt, moet je het gewoon doen.